aanvoerder Joey Jongman ontbrak vorige week bij Barendrecht toen het met 3-2 won bij UNA. Barendrecht met 10 punten uit 4 wedstrijden zich wel zo'n beetje veilig gespeeld. Hoe anders is dat voor HAC Hardenberg dat 2 punten haalde uit de laatste 4 wedstrijden. En voor laatste staat strijd tegen degradatie naar de derde divisie. Kobussen gooit op Gaurier. Opnieuw Kobussen. Voorzet weggehaald. Maar de druk van HAC is daar nog. Werkman. En nog een keer Werkman. Maar dit is een aardige poging. Maar een slap schot van de centrumverdediger van de Hardenbergers. Salem. Met Manuhutu. Salem is er langs. Kan die ook met een voorzet komen? Remy Salem. En dan geluk. Achterin bij HAC. Nadat Guts die bal op zijn hak krijgt. En Stolten er niks mee kan. Marengo, dat is een slechte kaats. Gaurier is Jongman kwijt. Van Dijk in de achtervolging bij Sargon Gaurier. Die heeft iets gezien. Die heeft Glenn Kobussen gezien. En die legt hem er lekker in, zeg. De aanvoerder van HAC Hardenberg. Met de 1-0 voor de thuisploeg. En dat is een hele lekkere goal van Glenn Kobussen. 1 keer, 2 keer stuiten en dan volop de wreef van Splunter kansloos. HAC op voorsprong en hij blij. Veldmaten met weer een kans voor HAC. Maar het blijft bij 1-0. En dat is ook de ruststand op de Boshoek. Waar het zonnetje ook even figuurlijk schijnt van Hezel. En weer Werkman van grote afstand. De redding is van de doelman. De hoekschop van Barendrecht. De kopbal van Baurits. En wat een geweldige redding is dat van Sander Danes. Maurits baalt. En dat is terecht, want de kopbal is goed. Maar de redding van Sander Danes is fenomenaal. En hij houdt zijn ploeg daarmee op voorsprong. Stolten. Maurits. Marenga. En Winterberg, die probeert het maar eens van afstand, maar daar maak je Danes niet gek mee. En dus blijft het maar 1-0 voor HAC. Dat ook op jacht kan naar de 2-0. Veldmaten, dit is een kans hoor. Maar Mark Veldmaten, ja, die kijkt even naar het gras en naar zijn schoenen. Raakt die bal totaal verkeerd. Van Hezel heeft Veldmaten bij zich voor een combinatie. Heeft hij nu gezien, Veldmaten. Van Hezel, dit is een aardige actie van Van Hezel. Wie kan daar uithalen? Werkman weer. Schot gekraakt, kans voor Gaurier. En zo krijgt HAC toch ook een kans op 2-0. Maar als hij niet valt, dan blijft de voorsprong uiterst precair. En dan kan het zelfs in de slotfase nog misgaan. En dat gaat het hier bijna. Maar Stolten glijdt de bal over de achterlijn. Zonder dat HAC in gevaar komt. Kan het dan nog 2-0 worden? Van der Leij probeert het, maar daar wordt Van Splunter niet warm of koud van. Het blijft bij 1-0 voor HAC Hardenberg, dat daarmee 3 hele belangrijke punten pakt in de strijd tegen degradatie.